Het gaat goed met het Panningse centrum. Bijna alle winkelpanden in het centrum zijn bezet. Dit weekend staat het centrum in het teken van het evenement Glitz & Glam. En daarvoor hebben de ondernemers rondom het Kringlerhof de handen in elkaar gestoken. Dus de bedoeling dat we eigenlijk hierachter in de tuin van het appartementencomplex Elektrisch Franske, zo heet het, een show gaan doen met 40 van mijn kostuums. En waarom hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk hier een beetje de ondernemers in dit gebied van het centrum, want het hoort bij het centrum, maar het ligt natuurlijk niet midden in het centrum. Maar om al die ondernemers die hier zitten, om daarbij te betrekken. We proberen samen af en toe dingen te organiseren en op die manier nog extra deze hoek in de aandacht te brengen. We zien vaak dat mensen dit stukje aan het begin van hun bezoek aan het centrum van Panningen pakken of vaak op het einde. Het positieve gedeelte is dat je hier makkelijk kunt parkeren. Dus, en daardoor hebben we gemerkt dat van hieruit toch wel mensen het centrum inlopen. Nou, meestal is het zo, Glitz & Glam is natuurlijk een prachtig evenement hier in het centrum van Panningen. Maar het meeste speelt zich af in het centrum, dus mensen, het publiek blijft ook gauw daar hangen. Dus wij hadden zoiets, wij verenigen ons hier in deze hoek met alle ondernemers en we gaan een eigen evenement in een evenement organiseren. Nou, dit is de tuin van Elektrisch Franske bij het appartementencomplex. Die is in het begin van dit jaar aangelegd. En inmiddels is hij natuurlijk al volgroeid tot een volwaardige tuin. En deze creaties van Tilly Zegers worden geshowt. Daarbij zorgen de collega-ondernemers voor hapjes, drankjes, muziek en aankleding. Zo hopen ze ook dat deel van het centrum bruisend te houden. Ik denk dat het zich wel positief heeft ontwikkeld. Zeker met het nieuwe autovrije stuk is hier toch wat meer loopverkeer gekomen. En er zijn wat meer activiteiten gekomen. De Paas- en Pinkstermarkt hebben hier de kraampjes staan en zo. Dus er mag nog meer deze kant op komen, maar ik zie wel een goede tendens dat er wel meer deze kant op komt. Ik zie dat ook aan de herinrichting van het centrum van Panningen. Op zich, er zijn hele mooie initiatieven getoond aan de andere kant van het centrum. En ik hoop dat de gemeente dat ook aan deze kant van het centrum doorzet, zodat we er in die zin, wat je aangeeft, er ook weer helemaal bij horen. De modeshows worden zondag op verschillende tijden gehouden. We doen het 3 keer, dus om 1:30 de eerste, om 3:00 de tweede en om 4:30 de derde. En we doen dat, dan laat ik dan 40 kostuums zien met 10 modellen. Ook die modellen zijn allemaal afkomstig hier uit de regio. Geen professionele modellen, nee, gewoon meiden uit de dorpen, uit de straten, die mijn kledingstukken laten zien. Verder hebben we een hele mooie expositie in de tuin van El Fuente Art. Zij doet, zij maakt hele aparte beelden met mozaïek. Echt de moeite waard om eens te kijken en het past heel goed bij mijn kleding. Het verbindt toch, is eigenlijk toch wel een beetje een verbindende factor in deze hoek. En daar ben ik toch wel heel blij mee. Ja, ik vind dat altijd wel positief. Het is toch elkaar ondersteunen en samen maak je er een gezellige stuk van. En dat trekt toch altijd weer meer volk, want ja, er is overal zoveel te doen. Dus je moet wat ondernemen, willen ze naar jou toe komen. En dat werkt beter als je met een aantal collega's samenwerkt. Bij slecht weer vindt de modeshow zondag in de nabije supermarkt plaats.